Ja? Voor mij orange juice. En cake banana. Startpunt van onze fietstocht. Wat? Door de rijstvelden. Ja. Yeah. The 1 year, 3 times for crop, 2 times rice and 1 time vegetable. The rice, the taste is normal rice, not too good and not too bad. But in Bali we have 2 rice, local rice and modern rice. The local rice we call it sticky rice. We have the black, red and white. Yeah, the black rice is good for meat, for the land, 4 generation and 2 generation. Yeah, for the people who planted the rice. All every land we have the water. Yeah? Ja, yeah, de irrigation again, ja. Yeah. Yes. Zo kan het ook. Special spread for the water, special for rice paddy. Ja. Yeah. Beneden loopt een weg, daar hebben we gefietst en daarna gaan we omhoog en in de bovenkant zie je het resort waar we gestart zijn. Cement maken. Different like Java, like a Muslim, yeah? Yeah. The man, the all woman. Together. Yeah. Hard work, yeah. Vrouwen, werken yeah. Aan de weg. Yeah. Bogapilia. Bogapilia. Yeah. Prachtig, hè? Het is fantastisch. Soja plukken. We lopen toch even een Balinese tempel binnen. Dat is dan de dorpstempel. Toch de eigen tuintje bij de tempel. Kleinste orchidee? Ja, een kleine orchidee. Zomaar langs de straat. Moet je voor de kind wel pakken. Ja. Weer veel? Wacht even. Ja, voor de kind, maar dat hoort hier niet bij. Nee. Oh,
Oh, hallo. Gaat hij goed? Hé, je mist je fietsbroek. Koffie en kakao. Kakao? Ja. Is dat de flower of de kakao? Ja, yeah, dit is de flower, dit is kakao. En dat wordt zo big. Dit is small, like that, ja? Yeah? Oh, ja, ja, ja. If the big, this kind of like this, ja. Nou, hij komt een keer in het licht. Slechte weg, toch dalen. Ze rijden nog voorop ook. Winkelke. Dat was het dorp, hè? Ijzersterke bamboe voor het bouwen van huizen. Dit is diep en ver hoor. Kijk eens. Terrassen tot onder in de valley. With the family. Yeah? Yeah. When the activities is coming, the people must work together. Good team. Yeah. Different like in your country. Waar je je kop ook maar naartoe draait, het is allemaal schilderij. Zo mooi. Ja, en hier offeren ze elke dag in de hoop dat de vissen het goed doen. Een beetje forelachtig iets wat erin zit. Ja. Ja, heb eens. Links en rechts reis, groener dan groen. Door de terrassen naar beneden zakken. Kijk uit hoor. Beautiful. Hello. Hello, 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 hello. Hier, look, 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 look. Look, nee. Hier, look, kom. Nou. Hello. We gaan naar de hot spring, warm waterbron. Cor heeft net een foto gemaakt, dat is de hot spring en dan loopt hij door dat gootje. Even gaan kijken in het gootje hoor. Ja, ja. Het is gewoon kokend heet. Is er kokend heet water? Ja.
Ja. En de mensen van het dorp, die komen hier elke dag gaan ze zwemmen. Het is geneeskrachtig water van een graad of 70. Nou ja, 50 dan. Hij rookt al, die met zijn zwarte shirtje. Already smoking. Hij koopt toch weer even tickets. Nou, het gaat nu regenen. We zijn klaar met fietsen. We rijden naar het restaurant. Het gaat nu regenen. Perfect timing. Verte liggen het vliegveld van Den Pasar. Vandaar vertrekken we morgen. Thank you.
there, not money. Do you speak Dutch? Yes. Paar woordjes. It's a beautiful place. It smiles. Yeah, no, that's looking no problem. En dan nog zoveel wachtende voor u. Zie je? Uliri e, 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 uli
ye boi ya kai wala na mari ulili hololo kaka ye boi ya kai wala na mari